Vandaag ga ik met papa, mama en Knuffel naar het ziekenhuis, omdat ik word geopereerd. Op de afdeling brengt de verpleegkundige me naar mijn kamer. Ik krijg een armband met mijn naam en mijn geboortedatum erop. Ook staat er een code op die je kunt scannen, net als in de supermarkt. Mijn temperatuur wordt gemeten met een oorthermometer en ik krijg een jasje aan. De kinderbegeleider of de verpleegkundige laat zien wat er vandaag gaat gebeuren. Het is tijd om naar de voorbereidingskamer te gaan. Ik word in mijn bed gereden en er mag één iemand bij me blijven. Papa gaat met mij mee en we krijgen allemaal een muts op. Ook Knuffel. Hier is de voorbereidingskamer. De verpleegkundige scant mijn armband. Daarna krijg ik 3 plakketjes op mijn borst en hier zitten gekleurde draadjes aan. Deze kunnen mijn hartslag en ademhaling meten. Ook krijg ik een zuurstofmeter op mijn vinger en een bloeddrukmeter op mijn bovenarm. Het is tijd om naar de operatiekamer te gaan. Het kan zijn dat het hier wat kouder aanvoelt en hier zijn ook meerdere mensen. In de operatiekamer mag ik op een ander bed liggen. Papa is nog steeds bij me. Ik krijg een warme deken over mij heen. Nu stellen de slaapdokter en de dokter nog een aantal vragen. En kunnen mijn vader en ik ook nog vragen stellen. Van de slaapdokter krijg ik een kapje over mijn neus en over mijn mond. Door het kapje komt een slaaplucht die vies kan ruiken. Hierdoor ga ik een speciale dokterslaap doen. Door de speciale slaap voel en zie ik niets van de operatie. Na de operatie word ik wakker op de uitslaapkamer. Papa zit naast mijn bed te wachten. Het kan zijn dat er een gekleurd dopje op mijn hand zit. Dat is een infuus. Op de uitslaapkamer krijg ik een ijsje, omdat mijn keel droog aanvoelt door de speciale slaap. De verpleegkundige komt me ophalen om weer terug te gaan naar de afdeling. Op de afdeling mag ik weer eten en drinken. Door een gezichtje van de lineaal aan te wijzen, kan ik vertellen hoe ik me voel. De verpleegkundige haalt mijn infuus weg. Ik krijg een pleister op de hand waar het infuus zat. Nadat de dokter is langs geweest om te vertellen hoe de operatie is gegaan, krijgen we nog een boekje mee voor thuis. En dan is het tijd om weer naar huis te gaan.